Naast mij staat Jeroen Lokersen van Koesman en Wakefield, die hier op het vastgoedmarkt trendcongres sprak. U had het over dat de markt inefficiënt blijft en niet transparant is. Hoe moet ik dat opvatten? Nou, de vastgoedmarkt is vergeleken met aandelenmarkt ontzettend inefficiënt en intransparant. Dat komt omdat prijsvorming niet efficiënt plaatsvindt. En dat is misschien ook wel het leuke aan vastgoed. Doordat de markt inefficiënt en intransparant is, kan je daar als adviseur en kan je daar als speler, belegger, ontwikkelaar heel veel waarde aan toevoegen. Waarom komt die prijs niet efficiënt tot stand? Nou, we zitten in markten waar inefficiënties zijn en waar bijvoorbeeld heel weinig kopers zijn. Als er heel weinig kopers in een markt zijn en bijvoorbeeld heel weinig kopers op een bepaald moment om een gebouw te kopen, dan zijn er niet heel veel partijen die prijs bepalen. Nou zou je twee kopers hebben met een groot verschil in prijs. De hoogste koper kan zijn financiering niet rondkrijgen en dan zal die prijs heel ver naar beneden vallen. Dat is een inefficiëntie in prijsvorming. De tweede belangrijke die er is, is dat je als koper veel invloed kan uitoefenen op die prijs. Je kan wel zeggen van ik doe een bieding en ik wil iets kopen voor een bepaald bedrag. Maar als jij onderhandelingskracht hebt en sterker bent om die partij, de andere, de verkoper te overtuigen dat het minder waard is, dan ben je in staat om die prijs te beïnvloeden. Die kracht, die ondernemerskracht, dat is iets wat leuk is. Dat is iets wat de vastmarkt interessant maakt en waardoor veel partijen hier met heel plezier in werken. Als die potentiële koper zoveel in de melk te brokken heeft, wat is dan de functie van de makelaar? Nou, de functie van de makelaar is dat wij in heel veel gevallen zo'n koper adviseren. We adviseren hem hoe hij daar het beste mee om kan gaan en hoe hij de beste onderhandeling kan voeren. We adviseren hem ook hoe hij met risico's om zou moeten gaan en we proberen die risico's voor hem te inventariseren. We doen heel veel voorbereidend werk, we brengen het object in perspectief en proberen daarvoor voor die belegger als een ondernemer om goed te adviseren om de beste objecten te selecteren en die voor de beste prijs te kunnen verwerven. De markten zijn heel anders. We hebben nu een verkopersmarkt, of een kopersmarkt waar de koper de prijs bepaalt. Er zijn ook heel veel situaties geweest waar je als verkoper bepalend was en waar koper in feite een bieding kon neerleggen en hopen dat hij gunst kreeg omdat er wel heel veel kopers in de markt waren. U zei, wil een financier wel financieren? Dat is momenteel de cruciale vraag. Wat heeft dat voor consequenties bij taxaties? Nou, wat ik wilde aankaarten is dat ik denk dat in taxaties en in de taxatiepraktijk het financieringsaspect een kleine rol speelt. We zien in de huidige markt dat het heel moeilijk is om financieringen aan te trekken en dat heeft een grote impact op prijsvorming. Wat we zien bijvoorbeeld is dat op het moment dat er een financiering is, die prijsverhogingen zijn. Sterker nog, op het moment dat er geen financiering is, komt er geen transactie tot stand. Dat wil niet zeggen dat het gebouw niks waard is, maar er komt geen transactie tot stand. We merken ook in de huidige markt dat als een bank bereid is om dat iets gunstiger te financieren, dat het een effect heeft op wat een belegger daarvoor over heeft. We hebben bijvoorbeeld gezien, zit in een markt waarbij beleggers als Unibail-Rodamco in staat zijn om tegen 2% rente financiering aan te trekken. Hele grote financiering aan te trekken. In de huidige markt zullen de meeste beleggers dat rond de 4% kunnen doen. Als jij tegen 2% financiering weet aan te trekken, dan zul je in staat zijn om een hogere waarde, een hogere prijs voor het object te betalen en hetzelfde rendement te genereren. Dat effect is belangrijk. Ik dank u wel. Bedankt. Hey, fantastisch.